Stichting Zomeren Natuurlijk maakte op dinsdag 10 januari de Zummerse wens bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Zomeren. En dat voor de 30ste keer. Nee, helemaal niet. Nee, dat wel. Oh ja. Wow. Ja, dat is ja. Voor iedereen een heel goed en liefdevol 2023. Met heel veel mooie vlindermomenten in Zomeren Natuurlijk. Mijn naam is Marij Harkes de Lauw en ik ben sinds een jaar voorzitter van Stichting Zomeren Natuurlijk. Vorig jaar heb ik Helma Verberne opgevolgd, nadat zij bijna 9 jaar voorzitter is geweest van deze mooie club. Maar Helma is gelukkig nog in het bestuur, dus we maken van aller kennis gebruik en gelukkig heeft ze nog genoeg activiteiten die ze bij ons kan doen. Laten we samen trots zijn op Zomeren, op wie we zijn en op wat we doen. Vooral op de aantrekkelijkheid van Zomeren en haar inwoners en het toerisme. We hebben hier een prachtige natuur met vele mooie fietspaden, wandelpaden, bezienswaardigheden en evenementen. Laat ons hier samen van genieten. Onze ligging Zomeren is uniek. Omgeven door de prachtige Strabrechtse heide, het land van de peel, de pan, het stakriet. Ja, natuurlijker kan het eigenlijk niet. Stichting Zomeren Natuurlijk bestond vorig jaar in 2022... 30 jaar. Dit hebben we met onze vrijwilligers van het toeristisch informatiepunt gevierd. Want zonder die vrijwilligers zouden wij als stichting Zomeren Natuurlijk niets zijn. We zijn gezellig een dagje wezen fietsen en we hebben nestkastjes gemaakt en vogelhuisjes, dus helemaal in de stijl van de natuur. Dit jaar hebben we na 30 jaar een nieuw logo laten ontwerpen. Annabeth Verhees Harkes heeft dat gemaakt van Studio 11 over 11. En het logo, ja, je ziet het nou, de banners zijn jammer genoeg nog niet klaar en de nieuwe vlag, maar die komen eraan. Op de televisieschermen zie je eerst het logo van Zomeren, de gemeente Zomeren. En daarna zie je het logo van Zomeren Natuurlijk. Zomeren Natuurlijk heeft de blauwe kleur, het woord Zomeren van het water. We hebben hier namelijk heel prachtige mooie waters en vennen in Zomeren. En het groen, het woord natuurlijk, is op een natuurlijke manier geschreven in de kleur groen. En natuurlijk hoort daar de vlinder bij. De vlinder met 4 vleugels en die vleugels vertegenwoordigen de kerkdorpen. Dus 4 kerkdorpen, want het is niet alleen Zomeren, het is Lierop, het is de Hei, het is Zomeren Eind, het is Zomeren Heide. Samen zijn we Zomeren. Het zou mooi zijn als we de komende jaren de vlinder op veel meer plekken te zien krijgen. Ook hebben we in samenwerking met de gemeente en de Brabantse Natuurpoorten de 4 meter hoge sleutel van korte staal bij de Natuurpoort Vennerhorst dit jaar geplaatst. En in het voorjaar dan gaan we samen met Frank Driessen van Bakkerij van de Mortel gaan we een echte zomerse koek presenteren. Met tarwemeel, wat nu aan het meel, ja, dat in de lente gaat. Nee, zeg ik dan op. Ja, met de tarwe, wat dadelijk helemaal gaat groeien. En dat wordt gemalen in de molen De Evert. En er komt dan honing en appels uit de omgeving van Zomeren bij. Dus het wordt een echte Zomerse koek. Misschien, Louis, dat in plaats van de appelflappen, dat jij dan voor de Zomerse koek mee kunt nemen. Ook gaan we bloemenzaad in zakjes doen, want Zomeren wil graag vrolijkheid zaaien. En hoe mooi zou het zijn als we in onze tuinen in Zomeren een vlinderstruik gaan plaatsen. In het wit, paars of lila. Op de rotonde, als je net voordat je naar Asten gaat, zie je een hele grote vlinderstruik. En daar
zit een vlinder ook bovenop. Dus ik denk, het zou heel mooi zijn als we die allemaal gaan plaatsen. En samen gaan we met de gemeente dit jaar de informatieborden en de komborden vervangen en aanpassen. Dus we hebben genoeg plannen voor 2023. Vorig jaar hebben we op 29 december de Zammerse mens, de 29e Zammerse mens, thuis bekendgemaakt. Gelukkig is hij hier, want toen was het corona, maar Nout Lemmen, Nout gaat even staan, dat ze jou zien, dat was onze 29e Zammerse mens. Toen zijn we bij Nout aan de deur geweest en ja, Nout heeft dus ja, jullie niet allemaal gezien, maar die gaat straks nog lekker even bij Centraal met ons, met de oude Zammerse mensen, een pilsje drinken. Dus fijn dat je er nou bij kunt zijn en dat we het nou een beetje groter kunnen vieren, Nout. Dankjewel. We willen het college en het gemeentebestuur bedanken voor hun gastvrijheid en de ondersteuning bij het organiseren van de verkiezing van de Zammerse mens 2022. Fijn dat dat allemaal onder elkaar zo gemakkelijk gaat. En ook Paul, voor jou de eerste keer, net als voor mij. Helemaal goed, dankjewel. Dit jaar hebben we veel aanmeldingen gehad. Ik dacht iets van 16, mag je aankijken? 16 aanmeldingen gehad. Dus kandidaten uit alle kerkdorpen van wie kan onze Zammerse mens 2022 worden. Het selectiecomité kijkt naar ja, de betrokkenheid van de gemeenschap van Someren. Wat heeft die persoon aan bijzondere inzet? Is hij vaak in het publiek of werkt hij ook veel achter de schermen? Is hij onmisbaar voor zijn directe omgeving? Of is hij onopvallend bezig voor de gemeenschap of voor de medemens? Heeft hij een vanzelfsprekende inzet? Is hij bescheiden op de achtergrond? Is het een echte mensenmens? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Nou, en hij is in de buurt hoor. Hij komt eraan. Ik denk dat voor heel veel mensen die hier zijn een Zammerse mens kunnen zijn. Maar de jury, en er zit iemand bij uit elk kerkdorp. Mien Hendricks, Bennebroek uit Lierop zit erin. Els van de Heuvel uit Someren Dorp. Rini Middendorp uit Someren Eind. En Wim van Tulden uit Someren Heide zit in de commissie. En de contactpersoon van Someren natuurlijk is Wil van Roosmalen. En Wil regelt al 30 jaar naar een zomer natuurlijk, regelt hij met die jury, ja, dat verandert ooit, wie de Zammerse mens wordt. En dit is het laatste jaar voor Wil dat hij dit gaat regelen, want die gaat Helma Verbernen en Magda Schoolmeesters gaan dat overnemen. Wil blijft nog wel in het bestuur als penningmeester, maar die twee dames die gaan de Zammerse mens mee kiezen. We gaan nu dadelijk, ja Wil, als jij dan nog voor de laatste keer voor jou het badge straks op wil spelden, dat is misschien wel leuk dat jij dat dan doet, als 30ste keer, ik denk wel, dat is een mooie afronding. Dan ga ik nu vertellen wie onze 30ste Zammerse mens is. Onze 30ste Zammerse mens komt dit jaar uit Someren Heide en hij is, zij is, hij is. Het is Hein van de Kerkhof. Ik nodig Hein uit. Zit je dan? Troost u, er zijn al 29 mensen u voorgegaan die weten hoe dat voelt om hier opeens zo te zitten. Na die spanning van beneden en dan wachten en dan duurt het langer want er was even geen geluid. Maar daar zit u dan toch, meneer van de Kerkhof of Hein, zoals mij verteld is dat ik u mag noemen. Ja, de voorzitter heeft al gezegd waar een Zummers mens aan moet voldoen. En ja, u bent een echte. En of het dan helemaal Zummers is of iemand uit de hei, dat maakt op zich natuurlijk helemaal niet uit. Want u doet en deed al heel veel jaren
ontzettend veel. U bent 66, mag ik wel zeggen, hè? En getrouwd met Bets. Twee dochters en een prachtige kleindochter. Waar ik zo af en toe, en dat is denk ik misschien nog wel de mooiste bijbaan, lekker oppas opa mag zijn. En vandaag mee gehad. Goede afleiding. Want beste mensen, hier zit een man die na zijn werkzame leven als metaalbewerker, de laatste periode van uw werk bij VDL, nu geniet van een vervroegd pensioen. Nou ja, het is vervroegd pensioen van uw werkgever daar, maar als ik nu ga oplezen wat u allemaal gedaan heeft en doet, nou, er is er weinig pensioengevoel bij volgens mij. Hein, al sinds 1966 ben je actief lid van muziekvereniging Zomeren Heide, waar u onder andere uw steentje bijdraagt aan de sponsorcommissie. Sinds 1966, en ik weet toevallig, als je geboren bent in 66, hoe oud je bent. Dus al 56, bijna 57 jaar, bent u actief binnen die muziekvereniging. Al meer dan 40 jaar bent u de kartrekker van de jaarlijkse kofferbakmarkt. U bent ook namens de muziekvereniging de contactpersoon en drijvende kracht achter de Oud-IJzeractie. Het maandelijks ophalen van het oud papier. En het ophalen van het oud ijzer hoeft echt niet te wachten totdat ze langskomen. U gaat het gewoon halen. U bent ook eerlid en ex-prins van carnavalsvereniging De Keienpaal. En als zodanig lid van verschillende commissies. Zoals het 11e van de 11e festival en De Kei van de Hei. U slaat ook al 44 jaar de grote trom bij Hofkapel de Bessenblazers. U bent ook lid van SVSH en speelde al meer dan 600 wedstrijden in de Oranjehemden. Als vrijwilliger bent u verder iedere week actief als chauffeur van de buurtbus en als chauffeur van zorgboerderijen onder ons. Bij verschillende evenementen in Zomerheide bent u actief als vrijwilliger. U verricht allerlei hand- en spandiensten en draagt uw steentje bij als ober of barhoofd, zoals onder andere ook bij de Agrarische Dagen en de Heise Bierfesten. U verzorgt ook nog eens mede het onderhoud van het kerkhof en het park in Zomerheide. En ook voor uw vrienden en familieleden staat u altijd klaar. Een belletje is vaak voldoende. En of het nu klaar gaat om het klaarzetten van stenen voor de bouw, of andere dingen, u doet het allemaal. En dan, ik zei het al, waar ik mee begon, daar wil ik ook mee eindigen. Uw kleindochter Mara. Ik hoop dat u daar nog heel veel en heel veel jaren volop van mag genieten. Meneer van de Kerkhof, Hein, u bent behulpzaam en staat altijd voor iedereen klaar. En u bent daarbij, hebben ze mij verteld, mopperend enthousiast. En dat maakt toch dat het heel veel mensen enthousiast maakt. Want u bent eerlijk en oprecht. En u zegt wat u denkt. En uw stelling is dan ook niet voor niks. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Je bent erbij of je bent er niet. Bij u is zowat elke activiteit of elk evenement dat in Zomerheide wordt georganiseerd, voor u betekent dat erbij zijn en wat doen. Bescheiden en nooit op de voorgrond. U draagt op vrijwillige basis een steentje bij aan de maatschappij in zijn algemeen en in Zomerheide in het bijzonder. Ik denk dat die 100 jaar nooit gehaald was als u dat niet allemaal had gedaan. Dus ja, de selectiecommissie, ondanks waarschijnlijk 15 nog ontzettend goede andere kandidaten. De selectiecommissie heeft denk ik een hele mooie keuze gemaakt. Want iemand met zo'n cv, altijd op de achtergrond, die verdient het om vandaag hier Zomermens te worden 2022. Van harte gefeliciteerd, u komt nu een heel ritueel aan prijzen, bloemen, oorbellen. Bereikt u maar voor. Net zo'n hartelijk applaus voor deze kans.
dan? Ja. Wie had dat gedacht? Ja, ik niet. Zeker daar niet. Hoe hebben ze jou hier naartoe gelokt? Nou, helemaal niet, want gisteravond hadden wij een vervaarrepetitie en had ik mijn hand van Tult over. Ik zeg, jullie Wim, die wordt Zummerse mens. Die houdt op met de carnaval. En dan waren we vandaag, toen zaten in de schoonzoon en dochter, waren bij ons het eten. En ik kreeg een telefoon van Dennis Thomas, en zeiden ze, of je nou naar Zommeren wilt, want Wim van Tulde, ja, ik heb ik altijd in de carnaval gespreken nog, en dat, of Wim van Tulde weer dan Zommerse mens. Dus ja, Jeroen die zei ook, ja, ga ik mee, als jij als oud, ja, ik zei, dan ga ik wel mee. Dus ja, en dan kom ik hier en ik heb wilde krooi met hem nam. Wie verschiet ik heb wel Zommerse mens? Ik zeg, ja, kom mee, hey. En er zit de halve mini door, ja, dat was, ik ben nooit zin in week, ik ben dat gehad. Hey, maar geniet er even lekker van. Doe ik dat niet, dat doe ik. En op naar de reunie dat er nog komt, hè? Ja, dat komt goed. Ja. Goed, ik ga even naar jouw vrouw. Ja, goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe was het om het geheim? Wist jij het al? Ja. Hoe heb je het geheim gehouden? Ja, best, dat gaat wel. Leuk, ik best veel, hè? Ja, allerlei leugentjes, wat voor leugentjes. Nee, daar viel wel mee. Alleen vandaag, vanmiddag. Oh, dus je wist het nog niet zo heel lang. Zo ging het wel, nee. En nou, Zummerse mens. Ja. Verdiend. Mooi, toch? Ja. En jij staat er wel achter. Jawel. Tuurlijk. Dat moet ook, hè. Anders lukt het niet. Veel plezier. Ja. Ja, nou, de laatste keer als leiding, maar ik ben nog steeds actief bij Zomer natuurlijk, dus achter de schermen, dan blijf ik toch nog wel bezig. Ja, wel 30 jaar mee de Zummerse mensen bekend maken. Ja, ik ben toen, dat was 1990 geloof ik, toen, 91, toen hebben we met Henny Arendsen samen het initiatief genomen en hebben we meteen met... Jozef Post, toen de burgemeester, hebben dus afspraken kunnen maken om het tijdens nieuwjaarsreceptie te doen. Ja, die traditie is nu na 31 jaar nog steeds hetzelfde. Toch leuk, hè? Nou, ik vind het fantastisch om mensen zo'n verrassing te geven. En vanavond ook weer, daar kun je van genieten, hè? Ja, en het is telkens weer, iedereen is verrast, hè? Ja, dus gewoon, iedereen weet wat in een smoesje wordt hier binnengehaald. En die komt dan binnen en op het moment dat ik de deur open doe en hij de familie ziet, vertel ik hem meteen van, ik wat vandaag de Zummerse mens. En dan hebben ze altijd even 5 minuten nodig om erbij te komen. Ja, en dan zitten ze daar en dan zitten ze vol ongeloof te kijken, denk ik. Ja, hij kwam hier voor Wim Betolden, zei hij. Dus waar is Wim eigenlijk? Hij is boven. Ja, maar we hebben allerlei reacties gehad. Ik heb een keer een van de kandidaten gehad, die barst in tranen uit. Nou, ik heb altijd een mooie schone zakdoek bij me. Oh, dit hoor. En die kreeg 3 weken later netjes uitgewassen thuis. Maar deze mensen weten niet wat op zich afkomen morgen. Ja, nou, laat ze gewoon genieten. En ze worden nou 1 keer de zonnetje gezet. Die mensen zitten er eigenlijk niet op te wachten. Die op de achtergrond, hoeveel om die flauwekul niet. Maar toch 1 keer het goede. De muziekserenade komt eraan.